Beste kijkers, het is tijd om jullie terug te brengen naar het verleden waar het allemaal begon. The Valley of Repose. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben wij Awakening Wood helemaal 100% gehaald en gaan wij terug naar de Valley of Repose, waar wij maar één cave hebben gevonden, wat de tutorial cave was, omdat die heel erg klein is, omdat je maar kan zien dat het 3 van de 3 is. Maar er zijn er meer dingen te vinden, zelfs meer dingen nog boven de grond. Dus zonder enig oponthoud, laten we er gelijk in gaan duiken, want hey, we hebben nou alle Pikmin. En met alle Pikmin wil dat natuurlijk zeggen dat we nu dus echt daar een heleboel kunnen doen. Want in het begin konden we niet echt wegkomen hiermee. Maar dit is ook nog eens een keer een ideale plek om je Pikmin, zeg maar... heb je ergens weinig Pikmin voor, heb je te weinig nummers, dan is het wel handig om wat meer nummers te kunnen maken. En kun je dus zeg maar hier rode, blauwe en gele Pikmin heel erg makkelijk... increasen, om het netjes te houden. Dus, ik ga heel eventjes iets naar voren zetten. Ik schuif de tafel even iets naar achteren. Even een heel gemeen geluid. Sorry daarvoor. Maar wij gaan dus zeg maar overal weer 20 Pikmin van nemen. En dit zul je mij nogal vaak zien doen. Waarom? Omdat ik vind deze setup, persoonlijk, met Pikmin... vind ik deze een van de beste setups die je kunt hebben op het moment dat je alle 50 kleuren Pikmin hebt. Bij de vorige was het namelijk, had je 3 kleuren Pikmin en dan moest je dus kiezen waar dat je er eentje meer van zou hebben. En 9 van 10 keer zou je dan voor meer rode gaan, omdat de rode altijd goed waren voor aanvallen. Maar alle Pikmin hebben hier wel eigenlijk hun eigen functie. En laat dat bloemetje nou toch eens maar rust, jongens. Waarom moeten jullie zo nodig weer dat bloemetje missen? Nou, het eerste wat we willen doen is, daarboven trouwens er zitten eieren. Tenminste, even kijken, waar zit die? Hierboven. Zit hier ook gelijk een pelletposie van 5. Die zul je heel veel hier vinden. Maar als je dus hier naar boven klimt, dan zul je dus zien dat hier 3 eieren zitten. Deze zullen nog altijd zitten op het moment dat je deze dag start. Dus rode potion. Paarse potion. Oh, ik ben zo blij konijntje nou. Goed. Nou, we hebben al gelijk gezien dat er dus zeg maar heel erg veel potions daar liggen. Dus die potions gaan we zeker meenemen. Want dan zijn we 2 rode en 2 paarse potions. Dus dat is alleen maar gunstig. En natuurlijk, de vijanden zijn weer gerespawnd. Maar onthoud wel... dit is het eerste level, dus deze vijand zou absoluut geen problemen meer moeten geven. Maar waarom zijn we dan teruggekomen? Omdat er zit een stuk van de dungeon in dat het wel weer een stuk moeilijker gaat maken. Dus we schakelen even deze vijanden eventjes uit. Maar we zijn hier niet om Pikmin te increasen, we zijn hier om verder te exploren. Nou, zoals we weten vanaf part 1 geloof ik, hebben we hier deze cave gehad en hier hebben we water. Nou, hier zou je dus alleen maar blauwe Pikmin voor nodig, blauwe Pikmin kunnen voor gebruiken. Nou, hebben we hier onze blauwe Pikmin, hebben we hier klaarstaan. En ik neem ongelukkig een paar paarse mee die graag willen verdrinken. En dan gaan we niet toestaan. En als ik me niet vergis, zit hier, of zit hij aan de andere kant van die muur? Als hij aan de andere kant van de muur zit, dan had ik even meer blauwe Pikmin mee kunnen nemen. Maar goed, we laten hun dan wel even aan die muur even werken. En dan gaan we even met die 2 kapiteinen alvast eventjes die potions pakken. Ik dacht namelijk dat daar ook zo'n ontstopper zat tot wij heel erg makkelijk de Pikmin daar naartoe zouden kunnen brengen. En hier gaat het... oh ja, daarboven er zit een secret to everybody. Maar ik dacht dat daar zeg maar zo'n stenen dingen zou zitten. Waardoor dat het makkelijker zou zijn om het water weg te laten lopen tot je daar gelijk de 100 Pikmin voor zou kunnen gebruiken. Dan zou je die extra tijd wel kunnen gebruiken om meerdere Pikmin te breeden op dat moment. Maar we hebben potions. Potions zijn belangrijk. Potions zijn key. Potions zijn echt alles. Dus waarom daar dat ik nog maar eerst even naar die potions toe ga. Nou, voor de rest, over Terraria. Vergeet niet, Terraria, het is een multiplayer opname. Dus mocht Terraria wat minder voorkomen, nogmaals mijn excuses daarvoor. Maar ja, we moeten wel allemaal tijd hebben om dat op te nemen. Dus Terraria is meer eigenlijk een side project als dat het echt een main let's play is. Pikmin is echt een main let's play. En Terraria die vult zeg maar gaat op het moment dat ik geen aflevering heb. Dus hoppakee, Purple Potion is al goed gelukt. Daar ben ik al blij om. Nou, en dan pakken we... Olimar, je liet me bijna in die rode potion... Oh, oké, daar is hij dit keer niet gelukt. Oh. Nou, dan gaan we maar zo snel mogelijk terug naar de ding toe. En, wat ik wel jammer vind... wacht even, volgens mij kan dat wel. Volgens mij... als ik me niet vergis, hè. Ja, kun je ze allebei tegelijkertijd roepen... en hoef je niet dus zeg maar één en om één te lopen. Ik ben dom. Oké, nou, we hebben maar 20 blauwe. Ik denk toch wel echt dat het beter was om hier eerst even wat meer blauwe mee te nemen. Maar helaas, om dat nou weer helemaal terug te lopen. Volgens mij hoorde ik het geluid tot ze klaar waren.
Yep, ze zijn klaar. Oké, okay, ik heb niks gezegd. Oké, okay, nou, jij blijft hier. We nemen geen pik meer mee. We nemen alleen eventjes die blauwe. Want dan zou je denken dat dit hele gebied alleen maar, ja, toegankelijk is voor blauwe Pikmin. Mis. We kunnen hier al onze Pikmin gebruiken, want hier hebben we namelijk die steen liggen waar ik het over had. En kunnen wij dus voorzichtig hier alles meenemen wat we dus zeg maar mee willen nemen. Want daardoor loopt het water weg. En het grappige is, we hebben hier een brug. Maar volgens mij loopt hier zelfs ook het water weg. Of ik vergis me weer. Ik vergis me weer. Ik weet toch... Oh, water nipples. Ik hou niet van... Water dampels heet ze eigenlijk. Oké, okay, we gooien gewoon alle Pikmin erop. 20 kunnen ze makkelijk... Juist. Dan raken we geen Pikmin kwijt. Dat is eigenlijk best wel gunstig. Oké, okay, even jou uitschakelen. Nee. Ik zag hem bijna een Pikmin opeten. Dus hou ik niet van. Oké, okay, nou, dan moeten we hier dus zeg maar eventjes snel de brug maken. En dat beest daar, dat kan nogal een heel groot probleem geven. Dus je wil hier gewoon heel voorzichtig even snel even doorheen lopen. Oh, nee, jij ziet ons niet. Gaat hij? Ja, hij ziet ons wel. Oh boy. Oké. Okay. Jij bent gemeen. Dan swarmen we je. Oh, nee, 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 nee. Niet op het moment dat je... Och. We krijgen nou pas de cutscene van... Hey, Pikmin, die is altijd de fik. Ja, ons schip zal ons dus zeg maar waarschuwen op het moment dat er een Pikmin in de fik staat. En dat is nogal vervelend de eerste keer, want dat is nogal heel erg makkelijk om zo'n Pikmin kwijt te raken. Oké, nou, gewoon aanvallen. Ah, dat je dit met blauwe moet doen is zeer irritant. Weet je wel, we gaan gewoon Pikmin erop gooien. Zie, als je de Pikmin er eenmaal opgooit, dan word je ze niet geraakt door het vuur. En we zijn al bijna de helft van de dag kwijt, het is vervelend. Oké, nou, hun zijn er in ieder geval vast mee bezig. Want je ziet dat we dus zeg maar heel erg veel paarse, dat we de paarse hierover willen brengen. Omdat dat het makkelijkste is om deze vijanden weg te halen. Want we zien die Fiery Blowhawks, we zien weer dat stinkbeest. We zien van die, nou ja, wacht eventjes. Kom eens even hier. Kom jij eens even hier. Zie mij. Locked on target. Zijn dit homing? Oh, dit zijn homing. Oh, leuk. Ja, dit zijn de nieuwe gesteende beesten. Deze hebben homing ability. Op het moment dat je dus zeg maar hiermee bezig bent, die stenen zullen je dus zeg maar overal gaan volgen. Ze zijn heel erg, ja, heel erg traag in het bewegen van bochten. Maar je kunt het wel heel erg goed timen en dit is heel erg jammer. Oké, okay, nou weet je wel, we gaan gewoon even die Fiery Blowhawk gaan we gewoon even raken. Kom eens hier steen. Weet je wel, als jij nou eens hier gewoon... Juist, kijk. Wat ik dus wil laten zien is, je kunt dus zeg maar die twee uit elkaar schuiven. En nou maak ik... Oh, hij rolt er gewoon omheen. Oké, okay, prima. Dan gaan we gewoon deze kant op. Volgt die stemmen nog steeds? Ja, die volgt me nog steeds. Deze beesten die kunnen enorm gevaarlijk zijn. Dus hou daar wel rekening mee. Op het moment. Wil je nou een steen schieten? Braaf. Oké, okay, nou dan moeten we snel zorgen dat hij niet gaat blazen. Niet blazen. Hai. Oké, okay, nou mag je blazen. Hij mag een kwart. Dat is zo cheap. Oké, okay, nou, dan gaan we deze steen eventjes. Als kapitein kun je dit zo makkelijk aanpakken. Als het goed is, killt dit hem. Mooi. Overal eentje is al minder onze zorg. En je kunt hier dus ook een andere vijand mee uitschakelen. Maar dat kost best wel veel tijd. Dus daar wil je wel een beetje rekening mee houden. Dus, oké, okay, nou, we hebben hier onze blauwe. Die hou ik heel eventjes bij me. En dan gaan we hier even al onze Pikmin even verzamelen. En dan is het dus heel belangrijk dat we dus de paars even gaan gebruiken. Om daar alle vijanden even uit te schakelen. Want vijanden zijn nogal vervelend. Vooral die met die homing stenen. Die kunnen namelijk in één keer enorm veel Pikmin uitschakelen. En daar willen we dus voorzichtig voor zijn. Oké, okay, we hebben ze allemaal. Nou, hij is een beetje aan het regenereren daar. Dus we moeten er wel voorzichtig voor zijn. Dus, schakel eerst even jou even uit. En dan moeten we ook nog eens een keer heel erg goed uitkijken dat hij niet richting het water staat gericht. Want op het moment dat hij richting het water staat gericht, dan kan hij onze Pikmin daar zeg maar het water in gooien. En dat zal heel erg vervelend zijn. Nou ja, hij is al uitgeschakeld, dus weer geen zorgen daar. Daar hebben we heel veel blauw over nodig en dat is zeker een heel gevaarlijk punt. Maar dat doen we later wel. Dat is nou nog niet echt nodig. We gaan hier nou eerst eventjes rustig onze tijd nemen en al onze vijanden hier uitschakelen. Oké, okay, nou we kunnen de vijanden wel eventueel terugsturen. Waarom doe ik dat eigenlijk niet? Ik bedoel, we hebben hier al onze Pikmin. Hoe zitten we eigenlijk met Pikmin? Rood heeft nog 70. We hebben best wel weinig gele. Ik wil wat meer gele hebben. Dus ja, het makkelijkste is eigenlijk om dan gewoon de gele eventjes te zeggen van... Hey geel, ga jullie eens eventjes terug naar de basis en maak eens even wat meer Pikmin.
Ik bedoel, anders hebben ze toch niks te doen. Het is net zoals in een cave, gewoon... Wees slim en neem het mee. Oké, die gaat ook terug naar basis. Heb ik nog wat gele? Tuurlijk heb ik nog wat gele. Oké, zo. Goed, nou, dan lopen wij even verder met deze team. Hi. Jij bent een waterblowhawk. Maar jij kan niet jouw water spuiten. Want ik ben daar veel te snel voor. En oh, daar hebben we witte voor nodig. Hoeveel witte heb ik nog bij me? Genoeg hoop ik. Eens even kijken. 12. Ik zie een gele ertussen. Weg daar. Nou, dan haal ik dadelijk wel die andere nog even op. Kom op. Niet zo klei, hè? Ik hou niet van klei partijen. Kom op. Gaat hij nou automatisch helpen? Goed zo. Ja, want daarachter zit volgens mij een cave. En dat is wel een van de caves die ik eigenlijk al een beetje out of the way wil hebben. En hier hebben we dus ook weer de vervelende vijanden van de Blowhawk. Je kunt je paarse erop gooien, dus je kunt hem stunnen. En daardoor kun je hem dus heel erg makkelijk verslaan. Dat is een van de voordelen die je dus hier hebt. Oké, nou op het moment dat we hier komen, kunnen we dus zeg maar deze even gelijk hier even deze brug laten doen. Waar zit de andere? Die zit hier. Ik ga heel eventjes de witte even terugbrengen. En de gele, die we daarachter hebben staan. Is net zo makkelijk. Dus, even kijken hoor, want we zitten nou op... Oh, één ding is al klaar. Ik weet niet precies welke. Ik denk dat dat die ene brug is. Is het de brug? Ja, die brug is al klaar. Nou, één cave is al open. Dat is alleen al gunstig. Want we moeten natuurlijk wel uitkijken op het moment dat je namelijk de 10.000 poko's haalt. Is het gelijk, ja... Tot je klaar bent met de eerste quest storyline. Want ja, er zijn er natuurlijk meer. Maar wat er dus zeg maar kan gebeuren is op het moment dat jij de 10.000 hebt. Dan wordt het spel onderbroken voor een cutscene. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Hebben we alles? Serieus? Heb ik mijn vier? Heb ik dan? Huh? Dan moet ik heel eventjes naar kijken. Volgens mij mis ik hier iets. Dus even een seconde. Sorry daarvoor. We gaan even gauw verder. En ik hoop toch eventjes nog deze dag een cave te kunnen halen. Want normaal gesproken doe ik hier 2 dagen over. En op dit moment denk ik dat ik meer tijd nodig ga hebben. Want, nee, die kant moet ik niet op. We moeten die kant op. Want je hebt dus zeg maar 2 caves heel dicht bij elkaar zitten. En het is te doen om die 2 caves tegelijkertijd aan te pakken. En dan de 2e dag te gebruiken om alle treasures die nog bovengronds liggen eventjes te pakken. Dus, dat wil ik eigenlijk een beetje gaan doen. Dus als ik hier nou al deze Pikmin pak, dan zitten wij hier op 68. Oh, wacht, even. Nee. Jullie pakken daar niks. Even de witte pakken. Er zitten 2 blauwe tussen. Ik ben bang dat we dit niet gaan redden. Oh, deze muur is zo irritant. Oké, nou. Nou ja, we kunnen nog wel een 2e dag ervoor gaan gebruiken. Dus dan laten we gewoon, nou ja, wacht. Ja, ik denk dat ik deze cave als eerste wel ga noemen dat hij het verste weg is en het verste lopen is. Dus misschien dat we dat dan nog wel halen, maar dan moeten we hun wel opschieten. Dus, het ligt eraan. Kom op, haal die muur laag. Schiet op. Ik weet dat jullie het kunnen. Als de timer begint, dan ga ik gewoon die cave in. Ja, heb je nou met hurry up. Oh. Op zich is dit niet zo'n grote wereld. Zoals je al hebt gezien, er waren maar 3 caves. En dit is eigenlijk praktisch al bijna het einde van deze wereld. Dus ja, dit level is niet zo groot. Oké, nou kunnen jullie... Als je af begint te tellen, dan jammer. Oh, goed zo. Oké, nou even het gif af. Oké. Hebben ze allemaal? Alle 80. Ja, oké. Dan lopen we even dit pad. Oh, het begint al af te tellen. Nee, dan is het helaas. Dan gaan we het niet redden om nog naar die cave terug te kunnen lopen. Maar goed, dan pakken we gelijk deze cave. Waarom ook niet? Dat is net zo makkelijk. En dan kunnen we bij de 2e dag kunnen we gewoon de bovengrondse dingen pakken. En die cave nog op het laatste moment even doen. Yet another cave discovered. Venturing to the forest riches have proven rewarding. You may be tired of walking, but just one last leap remains. Now, go get that treasure. Dit klinkt alsof dat dit de final dungeon is, maar dit is absoluut niet de final dungeon. Dus maak jullie daar maar geen zorgen over. Oké, nou hebben we alle 100 Pikmin bij ons. We hebben hier alle hazard, vuur, water, stroom en poison. Dus dit is een van de difficult dungeons. En oh boy,
ik zit hier niet echt op te wachten. Nou, we zitten al bijna 15 minuten in deze aflevering. Laten we een layer of misschien twee layers doen. Waarom ook niet? Oké, dus Frosty the Snowman is een dungeon in Pikmin 2. En hier komen we dus bij de volgende nieuwe Bulborb familie vijand. Ja, doen jullie even je nummers eventjes zingen. Dit zijn, ik noem ze Snowy Bulborbs, omdat ze een sneeuwachtergrond dinges hebben. Oh! Ja, poison, ik weet het. Hetzelfde als vuur. Kom op! Ah, nee. Waar komt... Oh! Jij! Dat is de poisonous flint beetle dinges. Die zijn zo irritant. Ah, hij is al ondergedoken. Oké, we zijn al één blauwe Pikmin kwijt. Dat is heel erg vervelend. Daar ben ik niet echt blij mee. Wat die flint beetles kunnen doen, is die kunnen je Pikmin dus zeg maar vergiftigen. En dat is nogal heel erg vervelend. Nou, gelukkig zijn we geen paarse kwijt. Blauwe zijn ook heel erg waardevol. Alsjeblieft. Beoordeel me niet te snel, maar ik ben liever een blauwe kwijt als dat we een paarse kwijt zijn. Dus op zich zijn de Snowy Bulborbs niet zo gevaarlijk. Die zijn net zo makkelijk te verslaan eigenlijk als gewone Bulborbs, zoals je hier kan zien. Zijn ook gewoon normale slapers. Je kunt ze eigenlijk een beetje vergelijken met de gewone rode Bulborbs. Hey, kom op. Nee. Ik ben aan het vechten, dus jullie houden even je kop dicht, ja? Oké, nou die zijn in ieder geval uitgeschakeld. Ach, wat ziet hij er toch zielig uit. En hij ziet er niet echt zo fancy meer uit als die met de blauwe bibs. Met de blote bibs. Blauwe bibs voor mij nou. Oké, eventjes hem even uitschakelen. Dan hebben we hier nog eentje. Hallo! En dan geloof ik dat die poisonous flint beetle nog terug kan komen. Dus daar wil ik wel eigenlijk heel voorzichtig voor zijn. Ja hoor, daar is hij al. Nou zijn paarse eigenlijk wel de beste die je ervoor kan gebruiken. Aangezien dat paarse namelijk een enorme homing ability hebben. Hi. Zijn ze nogal snel te vinden. En zoals je kunt zien zijn er enorm veel potion drops van te halen. Volgens mij zijn er hier twee in deze dingen. En hebben die andere helaas dus niet te pakken gekregen. Hi, ligt er iets? Nee. Die andere die zou dus zeg maar ook twee drops kunnen geven. Volgens mij zijn het altijd purple potions die ze droppen. Dat weet ik niet zeker. Daar zeg ik er heel eerlijk bij. Maar ze zijn enorme potionbrengers. Het enige verschil, het nadeel is... Ze kunnen je Pikmin behoorlijk vergiftigen. Oké, nou. Ik heb allebei de kapiteinen hier. Dat was niet echt slim. Dan gaan we eens heel eventjes carrying duty doen. Hij zei duty. Als ik me niet vergis, ligt er hier iets in deze cave hier? Namelijk een heleboel lucht. Dan moeten we dus hier zeg maar de boel gaan opgraven. En er zitten hier volgens mij ook ergens weer traps verborgen. Dus ik wil heel voorzichtig zijn. Volgens mij is er weer een diamant. Nou, als jullie eens even meehelpen. Dit is de kerst. Dit is wel heel erg grappig. Oké, ik weet dat het januari is, maar dit is de soort van... draag alles terug, maar maakt mij het uit. Hier. Dan ga ik eventjes op die potions werken. Maar dit is een beetje van de kerstafdeling. Dat je allemaal van die kerstdingen tegen kan komen. Nou weet ik het weer. Zoals we hier bijvoorbeeld hebben. De Ascending... Essential Furnarizing, oftewel een kerstbal. Tenminste, volgens mij moet ik een kerstbal voorstellen. Er ligt hier nog ergens een treasure. Nou ja, eerst potions. Potions zijn key. Potions zijn handig. Potions zijn echt lifesavers. En die wil ik niet doen met Pikmin bij me, want echt, als je Pikmin bij je hebt, dan gaat alles fout. Dus ik wil heel voorzichtig. Net zoals eerst. Niet alles op drinkolie mag. Die drinkanimatie die is zo raar. we hebben hier weer twee potions. Dus in totaal vier potions. En ja, je wil niet echt veel dagen verspelen aan het farmen. Dus vandaar dat ik het zo doe. En ik raad het jullie ook echt aan om het te doen. Want het is een optie in het spel. Dus ik zou zeggen, maak er gewoon lekker misbruik van. Er zit dus nog ergens hier een treasure verborgen. Dan gaan we die radar eens even goed in de gaten houden. Zit hij hier? Hij zit hier. Hier ergens. Gewoon meehelpen. Allemaal.
Ik weet niet wat het is. Zoveel bloemen en Pikmin die door elkaar heen lopen. Oké, het is iets. Oh, het is een... Is dat een rode steen? Nee, is dat? Lijkt me op een rode steen die bij Crash Bandicoot nog wel eens gebruikt wordt. Als plateau. Dan moet je een rode gem halen en zo. Dus, Ah, leuk. Ziet er mooi uit. Essence of Rage. Misschien is het wel de Goron's Secret Treasure. Oké, sorry. Ik moest die reference even maken. Ik bedoel, het is een rode steen, dus we maken het uit. Deze sublevel hebben we gehaald. Dus we kunnen gelijk door naar de volgende. Jammer van die ene Pikmin. Ik was echt eventjes geflabbergast over die... vat je hem? Flabbergast over een Ender Flint stinker. Flint Beetle stinker. De poisonous Flint Beetle. Dirty Flint. Weet ik veel. Hij liet poepjes. En die stonken zo erg tot een blauwe dat Nina heeft kunnen vertellen. Oh, ouders die nou bij jullie achter zitten te luisteren, die denken echt bij zijn eigen, waar heeft hij het over? Irritante beestjes, laten we daar gewoon op houden. Goed. Hoi. Alles kids? Oké, ik begin wel eerst even met de paarse attack squad, want we zitten wel heel erg dicht. Ja, er zit ook nog een andere Pikmin bij, maar dat maakt niet echt zo veel uit. Oké, kunnen we hier gewoon zo? Ik vind van wel. Och, hij kon opstaan, zeg. Hoe is het mogelijk? Dat was eventjes een beetje danger zone. Oké, dus we gaan eventjes zorgen dat we een attack squad hebben. En dat we de andere team hebben die zeg maar de hazards op kunnen ruimen. Dus paarse Pikmin die neemt Olima mee. Olima, jij neemt het aanvalteam. Kom, hop. Hebben ze alle 20? Ja. En mocht er een paniek situatie zijn of mocht er ergens een hazard te vinden zijn, dan hebben we hier ons andere team. Goed. Oké, nou weet ik niet hoeveel traps dat er hier kunnen zitten of er überhaupt wel traps zitten. Maar op het moment dat er een cave 4 hazards heeft, dus echt alle 4 de hazards die het spel te bieden heeft, dan is het natuurlijk wel aan te raden om wel uit te kijken, omdat ze kunnen dan nogal gemeen zijn met traps. Dit ziet eruit als een plek waar een trap zou kunnen zitten. Nee, niks? Oké. Oh boy. Dit ga ik heel even anders aanpakken. Jullie blijven heel eventjes veilig hier. En jij... Oh, ik heb er één bij me, Nee. Dude, wat ben je voor een kamikaze, Pikmin? Ja, schiet maar even deze kant op, maakt niet uit. Kun je even schieten? Oké. Boom, recht op je achter... Oh, en one-shot KO. Oké, en het grappige is, je kunt deze beestjes dus goed gebruiken om ook, zeg maar, deze mini-bob, te killen. Ach, kijk nou toch eens een kerstcadeautje. In januari, waarom ook niet. Oké, en ondertussen dat hij lekker eventjes bezig is met stenen te schieten, ben ik even deze lekker aan het vechten. Want, ja, als kapitein zijnde kun je dus ook tegen de vijanden vechten. Zoals je dus ziet, ik ben hier enorm aan het vechten tegen een, Warp. Ik weet niet eens hoe dat ze heten. Maar ondertussen sta ik hier eigenlijk... Weet je waar? Ik ga jou gewoon met een melee damage. Ah, hier. Ik heb er eentje gekilled. Ik ben trots op mezelf. Oké, nou dan pakken we dus het paarse aanval squad. Want we hebben gezien hoe snel dat we dus zeg maar die vijanden toch kunnen uitschakelen. Het enige nadeel is, hij kan dus een steen gaan schieten. En daar ben ik dus heel erg bang voor. Dus op het moment dat hij dat deze kant op doet, zullen we wel een beetje safe staan. En kunnen we hem dus gelijk uitschakelen. Oké, nou, vijanden zijn uitgeschakeld. Daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken. Oké. Collecting team. Tijd om even de boel te collecten. De reden waarom ik wist dat we daar veilig zouden staan is, zoals ik al zei, die stenen hebben een enorme ruimte nodig om een bocht te kunnen maken. En op het moment dat ze zo'n bocht maken, dan ja, als dat dicht bij een muur is, dan zul je automatisch heel snel veilig staan. Oké, nou, ik wil het kerstcadeautje en ik wil de sok. Waarom ook niet? Of ja, de... Hoe heet zo'n ding eigenlijk? Gewoon zo'n kerstschoen, kerstsok, weet ik veel. Ik bedoel, dat is echt een beetje de Amerikaanse traditie. Ik bedoel, wij hebben dat vroeger hebben we dat wel een beetje gedaan, zo. Die sok opgehangen. Maar echt, er iets mee gedaan, niet echt. Dus nou, jullie kunnen heel even hier wachten. Gelukkig hebben we nog geen regenerate vijanden, want die zitten er dus ook tussen. En er zitten er een paar vijanden tussen waarvan ik zeg van... Daar wil ik eigenlijk nog helemaal niet aan denken om daar tegen te moeten vechten. Want we hebben nog een paar vijanden die hebben we nog niet eens gezien. En het leukste is, we zitten al bijna op het einde van de game. Oké, nou we hebben weer 85 erbij. Dus voor de Icon of Progress. Hartstikke leuk. Ik vind het gewoon kerstboomdecoratie. Dan wachten we nog heel eventjes op het kerstpakketje.
Daar is ons kerstcadeautje. Nou weet ik niet of het cadeautje veel waard is. Misschien is de klomp goud en is het heel erg veel waard. Nou, het zal wel decoratie zijn, dus dat het karton van binnen heeft. Maar toch 60 poko's. Niet echt joy receptable dinges, weet ik veel. Hebben we alles? Oké, dan gaan we naar het volgende level. Maar dat doen we mooi in de volgende aflevering. Ik bedoel, we hebben veel bovengronds gedaan. En we hebben nou toch 2 caves gedaan ondergronds. Dus ja, 2 levels. Dus ik denk dat ik dat bij de volgende keer ga halen. Dus heb je leukste momentje, vragen, opmerkingen, noem maar op. Kun je dat natuurlijk altijd kwijt in de reacties beneden. Als je er tijd voor hebt. En laat een like achter voor deze geweldige kerstdungeon die de creators gemaakt hebben. Als je daar natuurlijk tijd voor hebt, weet ik veel, verzin hier ook maar wat. Hey, ik ben een dude tegen de microfoon aan zitten praten. Don't judge me. Buiten dat. Bedankt voor het kijken, jongens. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Tot dan. Doei!